Low Carderij 2015. Dit jaar gingen 17 bedrijven met elkaar de strijd aan om in 30 dagen zoveel als mogelijk duurzame kilometers te maken. Altijd wens gehad om een keer met mijn racefiets naar mijn werk te gaan en vanwege het low carb diet waargemaakt vandaag. Het is nu 2 uur fietsen, dus een hele maand dat elke dag doen, dat red ik fysiek denk ik niet, maar ook qua werktijd gewoon niet. Dus ik wil wel andere dingen proberen, trein, e-bike, misschien zo nu en dan toch nog de ouderwetse auto als het Nederlands kan. We hebben 8 locaties in 4 landen. En ik heb zo mijn vaste dagen eigenlijk per week om de locaties te bezoeken. Nou, normaal pak ik eigenlijk altijd de auto. Nou, deze treinreis bevalt me goed tot nu toe. Lekker ontbijtje, alles keurig op tijd. Je hebt de ruimte. Het is heel comfortabel. Het is echt een ontspannen manier van reizen. En je kan zeker werken, krant lezen of wat e-mails beantwoorden. Het voelt wel een beetje alsof je in de toekomst rijdt. Ik heb ook van veel collega's, die zijn erg enthousiast over. Veel die na de meerdaagse proefrit ook wel echt overwegen om een elektrische auto aan te schaffen de volgende keer dat ze weer voor die keuze staan. Het is goedkoper, het is stiller, het is rustiger en het is wel gaaf. Wij organiseren Low Carderij nu al 4 jaar omdat we zien dat eigenlijk nog steeds 90% van de mensen in de zakelijke markt per benzineauto naar het werk toe komt. En dat we dat echt graag willen verduurzamen, dat mensen meer per elektrische fiets, meer per OV en ook meer per eigenlijk 100% elektrische auto komen. Je zult het zo meteen meemaken. Het sleuteltje staat al aan. Hij staat nu aan. Dit is toch ook geen lol meer. Je hoort hem niet eens ronken. Niet te vroeg, ja, Gil. Ja, maar dit is echt niet normaal, man. Jezus. Na 30 dagen low carb diet wonnen SNS Bank en Achmea de wedstrijd. Nee, echt heel erg geweldig, want we hebben dit gedaan omdat we veel, als hele bedrijf, enorme ambities hebben. Dus voor ons was dit zoiets van, goh, laten we de rugbijt aan geven in de organisatie. En we waren enorm fanatiek, dus het is ook wel heel leuk dat dan wat oplevert. De ruim 400 medewerkers van 17 bedrijven reisden gemiddeld 50% schoner, bewogen 40% meer en bespaarden 30% in hun kosten. Het is maar 30 dagen. Nee, blijven ze dat doen? Ja, dat is het grappige. Je ziet als mensen eenmaal een keer een elektrische fiets hebben geprobeerd, of één keer weer het OV hebben genomen, of weer een keer een elektrische auto, dat we zien dat mensen daarna 30-40% structureel hun gedrag al gaan wijzigen. Dus ja, het werkt. Wilt u meer weten over de Low Carderij gedragscampagne? Kijk dan op www.lowcarderij.nl voor meer informatie. En meld u nu nog aan voor het Low Carderij 2016 van 1 tot en met 30 april.